Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik sta hier op dit moment naast Douwe. En het leek mij wel een keer leuk om een video speciaal te maken over Douwe. Want privé krijg ik best wel veel vragen van, goh, hoe ben je nou eigenlijk aan Douwe terechtgekomen? Hoe oud is Douwe nou eigenlijk? Wat is zijn afstamming? Noem maar op. En ik moet Douwe even voorzien van nieuwe vlechten. En ik denk, misschien is het gelijk wel even leuk om tussendoor wat meer te vertellen over al deze dingen. Hoe ik dus aan Douwe ben gekomen en noem maar op. Ik ga jullie zoveel mogelijk informatie geven. Ondertussen ga ik dus wel even vlechten, want dan kan ik mooi even twee dingen tegelijk doen. Ik zal even wat spullen pakken. Ik ben inmiddels zover. Ik heb eventjes handschoentjes aangedaan. Want de laatste tijd vlecht ik best wel vaak even met handschoentjes aan. Want dan kom ik wat minder snel in de knoop. En ja, op een of andere manier vlecht het veel fijner. En daar ben ik eigenlijk achter gekomen. Dus ik denk, geef ik die tip ook gelijk maar even mee. Want ja, Douwe heeft natuurlijk gigantisch lange en hele dikke manen. En ja, heel vaak dan blijft het toch dat ik vind het niet erg dat mijn handen vies worden. Maar op deze manier blijven en mijn handen een beetje schoon. Maar het haar wil ook veel beter pakken. Waardoor het veel minder snel knoopt. En ik zag dat laatst dat iemand dat deed. En toen dacht ik, dat ga ik eens proberen. Maar dat werkt wel echt heel fijn. Dus dat heb ik even aangedaan. Ik ga nu eerst even het haar loshalen. En ondertussen ga ik jullie maar alvast wat vertellen. Voor degenen die mij kennen en die mij al langer wat volgen. Die weten dus dat dit Douwe van de Hiltje Moes geworden is. En Douwe is mijn eigen paard. En dat is niet altijd zo geweest. Daar kom ik straks nog even op terug. Het is een Friese hengst die dit jaar 12 jaar wordt. En Douwe is een nakomeling van de hengst Tjabring 429. Als ik het goed uitspreek. Het kan ook Tjabring wezen. Maar ik noem hem even Tjabring. En ik heb Douwe sinds dat hij 4 jaar is. Tenminste, ik rij hem sinds dat hij 4 jaar is. En hij wordt dit jaar dus al 12 jaar, dus dat is best al heel lang. En ik rij met Douwe ook in de wedstrijden. En ik ben nu vorig jaar ben ik Z2 gestart. En we moeten nog 2 winstpunten en dan mogen we Z licht. Alleen ja, wegens corona kunnen we nu even niet op wedstrijd. En dat is natuurlijk ontzettend jammer. Maar goed, we trainen thuis gewoon lekker verder. En zolang dat gewoon mooi kan, dan ben ik al lang blij. En dan hopelijk kunnen we van het zomer weer los. Maar goed, dat is even helemaal afwachten wat corona allemaal gaat doen. Ik rij dus Douwe sinds dat hij 4 is. En in eerste instantie was Douwe niet voor mij, van mij. Ik reed Douwe voor een andere eigenaar. Maar de eerste keer dat ik Douwe dus zag, ging ik met hem rijden en dat was hij best wel pittig. Dus ik zei nog ik maakte toen nog een opmerking van, als ik straks even ga galopperen, dan wordt hij vast wel een beetje moe. Nou, dat werd hij dus niet. En hij bleef maar heel fanatiek. Maar toen dacht ik wel van, dit vind ik eigenlijk best wel heel erg leuk. Want ik hou wel van een beetje paarden die een beetje vlug zijn eigenlijk. En uiteindelijk kwam Douwe bij mij op stal. Alleen, ik was wel echt, en nog steeds, ik ben echt heel gek op Douwe. Maar hij was dus niet van mij. En ik dacht echt van, want ik had in principe wel een beetje de afspraak. Dat als Douwe Z-dressuur zou zijn, dat hij in principe te koop zou komen. Dat had ik met de eigenaar afgesproken van, als Douwe dan ongeveer Z-dressuur... Dan zouden we hem dan eventueel verkopen. He, dat is in de handel gaat dat zo. En ik rij wel vaker paarden voor andere eigenaren. En ja, dan kan het zo zijn dat ze opgeleid worden en dat ze dan verkocht worden. Dus dat wist ik. En dat gebeurt. Alleen met Douwe was wel een beetje een ander verhaal. Want Douwe was op een gegeven moment zet en toen dacht ik wel van, nou komt waarschijnlijk wel binnenkort dat moment dat hij dan waarschijnlijk toch wel verkocht moet gaan worden. Maar met Douwe en ik, dat zijn toch wel echt, 2 handen op 1 buik. Want ik ben echt heel verliefd op Douwe. En
Ja, ik vind natuurlijk heel veel paarden heel leuk. Alleen met Douwe had ik wel zo'n klik dat ik er echt wel wakker van lag. Dat ik dacht, oh, maar ja, ik kan hem eigenlijk gewoon helemaal niet verkopen. Dus ik ben daar best wel... Ik werd daar echt letterlijk wel een beetje ziek van. Dat ik dacht van, oh nee, dat, ik kan het gewoon niet. En natuurlijk is het nooit leuk als er een paard verkocht wordt. Dat is altijd, blijf ik dat heel moeilijk vinden. Maar met Douwe was wel echt dat ik dacht, nou, ik kan dat gewoon niet. Dus na heel lang nadenken, want ik denk, ja, hoe kom ik hiermee aan? Ik denk, dat was niet de afspraak. Die ik met de eigenaar had van, maar goed, dus ja, ik helemaal nadenken en ik denk, ik moet het zeggen, want terecht dat op een gegeven moment het moment komt dat hij verkocht moet worden en ik denk, ja, dan kan ik niet. Dus uiteindelijk heb ik daar heel lang over gedaan om te vragen van, goh, is er misschien een mogelijkheid dat ik Douwe toch kan kopen? En ik ben de eigenaar eeuwig dankbaar, want de eerste opmerking die gemaakt werd, was eigenlijk van, oh, had dat eerder gezegd. Dus ik heb mij best wel lang heel erg zorgen lopen maken. En nou, uiteindelijk ben ik er dus met de eigenaar uitgekomen. Maar goed, Douwe en ik die rijden dus Z2. We moeten nog 2 puntjes voor het ZZ licht. Ik wil echt niet zeggen dat het mij met hem allemaal voor de wind is gegaan. Absoluut niet. Douwe is dus wel een, ondanks dat hij hengst is, is hij echt heel braaf. Maar dat is wel een heel sensibel paard. Dus het is niet een paard waar ik iedereen bewijs van op kan zetten en zeg van, ga maar lekker rijden. Want hij is best wel een beetje eenkennig. Wel wat gespannen. En daar heb ik vooral met wedstrijden in het begin ook best wel heel erg last van gehad. Dat hij heel veel dingen ook wel heel eng vond. Ondanks het, Douwe is een hengst, maar echt heel lief voor een hengst. Mensen vragen mij ook wel eens van, waarom heb je hem eigenlijk nog hengst? He, want hij is niet een goedgekeurde dekhengst, dus er wordt niet mee gedekt. Maar Douwe, die heeft er geen last van dat hij een hengst is. Want ik heb hem ook gewoon naast andere paarden staan. Hij staat zelfs in de weide met Johnny de pony. Dus het is niet dat hij helemaal afgezonderd wordt van andere paarden. En ja, zolang hij op deze manier dat zo kan, dan vind ik het niet nodig. Als ik zou merken dat hij er last van zou hebben dat hij hengst zou zijn, dan heeft het geen meerwaarde om hem hengst te laten. Maar ja, op deze manier kan het prima. En hij hoeft niet afgezonden te worden. Hij staat gewoon lekker met andere paarden. Dus dat is gewoon prima. Mijn doel met Douwe is ja toch wel echt, ik zou het heel gaaf vinden om de subtop met hem te halen. Daar heb ik nog wel eventjes te... Daar moet ik nog wel even heel hard mijn best voor doen. Maar ik hoop echt dat die droom uit mag komen. Dus we zullen het zien. Ik hoop dat, dat de corona snel voorbij is. En dat we weer lekker wedstrijd kunnen rijden. En dan ben ik heel benieuwd hoe ver we komen. We gaan ons best doen. Meer kunnen we niet doen. Ja, Douwe is dus beleerd voor de kar. En dat kan hij dus ook. En dat hebben we ooit ook wel met hem gedaan. Ik niet. Maar de vorige eigenaar wel. Maar ja, als je mij dus al een tijdje volgt, dan heb je kunnen zien dat ik dus geen talent heb voor mennen. En ik dat dus ook niet van plan meer ben om dat te gaan doen. Nou, zoals je kunt zien vindt Douwe dit ook echt heerlijk als ik met hem aan het omtutten ben. Dat vind ik echt heel fijn. Dus dat doe ik ook altijd best wel vaak. Voor deze ben ik inmiddels klaar met vlechten. En eindigt hierbij ook mijn vlog. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!